In de trouwzaal tekent koningin Beatrix de akte van restauratie. Mevrouw Leemhuis, burgemeester Bonen en de wethouders volgen. Commissaris, aan de linkse kant, mevrouw Leemhuis links. En de bedoeling is zo, dus alle leden van de gemeente waar je kunt aantrekken, ik zet dan zullen we dat boven. Aansluitend maakt de vorstin een wandeling door het stadhuis. En ze bezoekt een expositie over de restauratiewerkzaamheden. Op het programma staat ook een ontmoeting met Gouwenaars in de Burgerhal. Persconferentie na afloop geven burgemeester Bonen en wethouder Scholten hun indrukken van dit koninklijk bezoek. De commissaris van de koningin, mevrouw Leemhuis. Ik maak natuurlijk in Zuid-Holland heel veel evenementen mee waar de koningin is dan wel weer iemand van het koninklijk huis is. De ene organisatie verloopt vlekkelozer dan de ander. En ik wil best Gouda burgemeester en wethouder complimenteren. Dat als ik er naar kijk even met ogen, zoals de commissaris van de koningin natuurlijk kijkt langzamerhand bij dit soort evenementen, dat u een perfecte opvoering gegeven heeft. En dat mag ook best gezegd worden, want dat zegt u zelf natuurlijk niet. Nee. Dat begrijp ik ook best.